We bespreken nu de prima secundae van de Summa Theologiae van Thomas van Aquino. De Summa Theologiae is het hoofdwerk van Thomas. En het bestaat uit drie hoofddelen. Allereerst het deel over God en het tweede deel, in twee boeken verdeeld, over mens en zijn moraal. En het derde deel over Jezus Christus en de kerk en de sacramenten. Waar we vandaag beginnen is in het begin van de prima secundae, in de derde kwestie. Die gaat over de bestemming van de mens. Thomas behandelt in de prima secundae, deel wat we ook wel noemen fundamentele moraal, een heel aantal kwesties over genade, deugden en de wet. En hoe de mens op weg gaat naar God in zijn leven. Daarvoor moet hij eerst helder hebben wat de bestemming van de mens is en hoe de mens op die bestemming komt. Hij leidt dat zelf als volgt in. Nadat we over God hebben gesproken, die het exemplaar of voorbeeld is, en dan refereert hij aan het eerste boek, gaan we het nu hebben over zijn beeld. Dat wil zeggen over de mens, die zelf handelt en vrije wil heeft. En dat is belangrijk. Want alleen een mens die vrije wil heeft, die kan ook zijn leven een bepaalde kant op bewegen, bepaalde keuzes maken. En de mens leeft in de overtuiging van Thomas voor één ding. Het geluk. Of in het Latijn beatitudo. Waarom doen we dingen? Omdat we denken dat we daar wat mee opschieten. Dat we uiteindelijk door dingen die we doen een beter leven zullen hebben, uiteindelijk gelukkig zullen worden. Maar waar zit dat geluk dan in? En dat is een van de eerste dingen die Thomas analyseert. Zou geluk kunnen zitten in rijkdom? Maar ja, goed, rijkdom kun je ook weer verliezen. Of zit geluk in macht? Ook dat kan je weer afgenomen worden. Zit het in eer? Ook dat kun je verliezen. Zit het in geschapen dingen? Ook die vergaan. Al die dingen zijn te wankel om te kunnen spreken over een fundament voor echt geluk. En daarom gaat Thomas in op daar waar het geluk echt zit. Namelijk in datgene wat niet geschapen is en niet vergankelijk is. En geluk is voor Thomas niet iets passiefs dat we ondergaan, maar iets dat actief is. Dat te maken heeft met hoe we leven, met de keuzes die we maken. En het actieve geluk is uiteindelijk naar de overtuiging van Thomas het beschouwen van God. Je ziet dus in deze behandeling die eigenlijk over de eerste paar vragen van de Summa Theologiae in de Prima Secundae gaat, dat het geen losse vragen zijn, maar dat ze logisch uit elkaar volgen. En dat brengt ons bij de vraag die we nu behandelen. Bestaat het geluk van de mens in het zien van Gods wezen? En eigenlijk is het meer een stelling. Namelijk, het geluk van de mens is dat je het wezen van God ziet. En wat Thomas dan doet, is eigenlijk steeds dezelfde vorm kiezen. Eerst een aantal objecties. Waarom zou het eigenlijk niet zo zijn? Vervolgens een gezagvol antwoord en zijn eigen uitwerking daarvan. En dan gaat hij terug naar de objecties. Ja, waarom zou het geluk van de mens niet bestaan in het aanschouwen van God? En het eerste wat hij doet, is Pseudo-Dionysius citeren. Die Dionysius die zegt, ja, uiteindelijk het hoogste wat we kunnen bereiken is dat we met God verbonden zijn. Maar God is voor ons geheel onbekende. Dat noem je ook wel apophatische theologie. Dat we vooral God kennen als wat hij niet is. Wij zijn tijdelijk, hij is dat niet. Wij zijn onvolmaakt, hij is dat niet. Maar ja, als je ergens het wezen van ziet, dan is het niet meer onbekend. Dus als we God als onbekend kennen, kunnen we eigenlijk nooit zijn wezen zien. En het tweede bezwaar is een redelijk argument. Hoe hoger iets is, hoe volmaakter. En het is aan God eigen als het meest volmaakt en het allerhoogst, dat hij zijn eigen wezen ziet. Maar de mens staat vanzelfsprekend onder God. En zelfs de mens op de toppen van zijn kunnen kan niet raken aan de grootheid en de goedheid van God. Dus eigenlijk is het argument dat God aanschouwen te hoog gegrepen is voor onze menselijke vermogens. Het zijn geen gekke gedachten, het zijn belangrijke bezwaren om in ogenschouw te nemen. En Thomas citeert ze dan niet alleen om ze dan maar te kunnen weerleggen,
maar ook om in zijn eigen antwoord gevoelig te zijn voor deze problemen. En wat hij vervolgens doet is het set contra geven, een tegenargument, en wat we noemen het respondio, letterlijk ik antwoord. En daarin geeft Thomas als magister zijn eigen uitwerking van deze kwestie. En dat is waar zijn werk uit bestond. Als magister moest hij onder andere disputeren met de andere meesters en op ingewikkelde vragen een eigen uitwerking geven. En daar begint hij nu mee. Allereerst dus het set contra. Dit is een tekst, meestal een korte tekst, uit de Bijbel of uit de traditie. En dat laat zien welke kant Thomas opgaat met zijn antwoord. En wat hij hier doet, is dat hij de Bijbel citeert. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 3, vers 2. Waarom de Bijbel? Omdat dat uiteindelijk de maatstaf is voor ons geloof. En het Latijnse woord voor maatstaf is regula. Ofwel, de regel van ons geloof, de maatstaf waarlangs we het meten, dat is de Bijbel. En hij citeert dus die Johannesbrief. Wanneer hij verschijnt, zullen wij aan hem gelijk zijn. En wij zullen hem zien zoals hij is. En dat is natuurlijk een belangrijk argument. Als de schrift zegt dat wij God zullen zien zoals hij is, zullen we dus niet meer ons moeten afvragen of we hem zullen zien, maar hoe we hem dan zullen zien. En in het respondio, zijn eigen uitwerking van het antwoord, gaat Thomas daarop in. Allereerst zegt hij, er kan geen uiteindelijk en volmaakt geluk bestaan, tenzij in het zien van Gods wezen. Tenzij we God zien voor wie hij is. En hij geeft daar twee redenen voor. Allereerst, we zijn niet gelukkig zolang we nog dingen najagen, zolang we nog dingen verlangen, want dan zijn we onvervuld. En het tweede, dan moet hij even ingaan op wat iets wezenlijk is. Bijvoorbeeld, je bent zelf student of zus of werknemer of muzikant. Dat zijn dingen die je doet, dingen die aan je vastzitten. Maar jij bent jij. Dat is het wezen. En wat is het wat we met ons intellect kunnen begrijpen? Uiteindelijk het wezen. Dat wat is. En als we dus iets volmaakt verstaan, dan verstaan we het voor als wat het is. En dat is van belang. Want we willen God in zijn wezen zien, dan zal dat volmaakt moeten zijn. En dan moet ik een belangrijke opmerking maken, dat we God nooit kunnen begrijpen. Dus Thomas heeft het meer over dat de geest raakt aan of reikt tot. Maar als je iets begrijpt, dan heb je er grip op. Maar God kunnen we nooit begrijpen. We kunnen nooit grip op God, hem nooit ontvatten. Dus Thomas zegt meer, ons verstand dringt door tot God. Zo begint hij zijn respondio. En allereerst roept hij in herinnering dat als we iets zien, dat we van nature nieuwsgierig zijn om te weten waar het vandaan komt. Want dan weet je dat er iets achter zit, maar nog niet wat. Dus zoeken we verder naar de oorzaak. Hij geeft het voorbeeld van een zonsverduistering. We kunnen daarvan onder de indruk zijn en dan willen we weten, hoe komt dat? Dat is het eerste. En het tweede, als we dan met ons verstand van God weten dat hij er is, dan weten we nog niet alles. We verlangen dan om meer te weten van God. Net zoals we die zonsverduistering zien, dan zijn we niet alleen in ontzag, maar we verlangen ook te weten hoe dat komt. De beroemde theoloog Servaas Pinkhaars noemt dit ook wel de dynamiek van het liefhebbende verlangen. Dat we God zien, maar dan altijd verlangen om nog meer van hem te weten. En dan komt Thomas tot de conclusie, voor het volledig geluk is dus nodig dat het verstand reikt tot het wezen van de eerste oorzaak. En de eerste oorzaak, daar heeft hij in het eerste boek van de Summa Theologiae over gesproken, dat is God, waardoor alles tot bestaan komt, waardoor alles tot leven komt. Om het anders te zeggen, als we God niet in zijn wezen zien, dan zal ons verlangen hem te kennen onvervuld zijn, ontoereikend zijn.
en daarmee ons geluk nog niet volmaakt. Dus volmaakt geluk bestaat in het zien, het aanschouwen van het wezen van God. Maar hoe zit het met de bezwaren die aangedragen worden? Hij had er twee. Die eerste, misschien herinner het je nog, was van Pseudo Dionysius. Die zegt, God is eigenlijk te groot, te hoog. En Thomas zegt, ja, dat klopt wel. Maar Dionysius zegt dat over de mensen die nog op weg zijn naar God. En inderdaad, in dit leven is alles te groot en te hoog. Maar uiteindelijk, dat eeuwige geluk is ook niet van dit leven, maar van het volgende. En het tweede argument was het argument van de ordening. Dat God boven de mensen staat en de mens dus eigenlijk zelfs op de toppen van zijn kunnen niet kan reiken tot het verstaan van God. En wat is dan verlangen? Daar geeft Thomas een antwoord op om aan die objectie tegemoet te komen. Verlangen is datgene wat je verlangt in de eerste plaats. En dat is hetzelfde voor de hoge of de lagere natuur. Maar het bereiken van wat je verlangt, daarin zit wel een verschil. God begrijpt zijn wezen. En zoals ik al zei, wij kunnen God wel zien, maar we kunnen hem niet begrijpen. En zo op deze manier probeert Thomas antwoord te geven op de bezwaren die aangedragen zijn en duidelijk te maken dat naar zijn overtuiging God zien kan. We begrijpen hem niet, maar we zien hem wel. En dat is ons geluk. Vond je dit een leuk of interessant filmpje? Je kunt je ook abonneren op Kathedraal TV.